Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik wil vandaag eindelijk met jullie Kruidvat eigen merk make-up gaan testen. Ik heb nog helemaal niks geprobeerd van Kruidvat eigen merk. Nou heb ik wel begrepen dat de vorige collectie niet al te best was. Dat ze die verbeterd zouden hebben, dat er nieuwe producten bij zijn gekomen. En daar heb ik een aantal producten van gekocht. En ik ben gewoon heel benieuwd of ik het wat ga vinden. Ik heb onder andere de foundation en daar heb ik wel hele goede dingen over gehoord. Ik heb een blush, ik heb een highlighter, ik heb een mascara, ik heb een wenkbrauwgel en ik heb een lipgloss. Ja, er staat op lip smoothie. Dus een soort van lipgloss-achtig iets. En dat wil ik allemaal met jullie gaan proberen. Dus laten we gauw gaan beginnen. Mocht je dit nou nu al een leuke video vinden, geef dan even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zou je mij heel gelukkig mee maken. En dan gaan we gauw beginnen. Oké, ik heb even primer en concealer aangebracht. En dan gaan we beginnen met de foundation. En dat is de Stay With Me Radiant Matte Serum Foundation. Met SPF 15. Hij zou long lasting moeten zijn. En volgens mij moet hij volledig dekkend zijn. Medium tot volledig opbouwbare dekking. Dus ik ben benieuwd. Die gaan we aanbrengen. De kleur is volgens mij wel wat donker trouwens. Ik heb de kleur 018C Light Natural. Oké, ik heb echt de verkeerde kleur gekozen. Maar dat is mijn eigen schuld. Hij is veel te donker. Nou zou het best wel kunnen trouwens dat als ik in de zomer goed gebruind ben, dat de kleur wel matcht. Dus ik bewaar hem wel. Maar ik vind hem echt heel mooi. Hij zit super mooi op de huid. Hij voelt inderdaad heel lichtgewicht. Dat is zeker waar. Hij heeft een mooie dekking. Hij is mat, maar niet droog. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik vind hem beter dan verwacht. Ja, ik ben heel tevreden. Hele mooie foundation dit. En zeker voor de prijs. Echt een aanrader. Dan hebben we als volgende product de Dreamy Glow Gel Cream Blush in de kleur 030 Delicate Honey. Zo moet hij. Die ziet er zo uit. En dat is dus een cream blush. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Dan doe ik een beetje op mijn hand. En daar dip ik dan gewoon zo met mijn kwast in. En dan op mijn gezicht, denk ik. En dan heb je niks. ja. Dit is de hoeveelheid die ik pak. Nou, er gebeurt wel iets, maar... Ik vind het wel heel minimaal als ik eerlijk ben. Ik probeer het aan de andere kant gewoon zo rechtstreeks aan te brengen. Kijken wat er dan gebeurt. Kijk, ik heb best wel een behoorlijke hoeveelheid aangebracht nu. Hij is wel op te bouwen, maar... Ik vind het wel wat minimaal als ik eerlijk ben. Ja. Als je nou van een hele sheer blush houdt, dan denk ik dat je hem mooi vindt. Want hij blendt wel mooi. Maar ik vind hem gewoon te minimaal. Ik hou van iets meer blush. Dus voor mij persoonlijk is het een nee. Maar als je van een lichte tint houdt, dan denk ik wel dat je hem mooi gaat vinden.
Ik heb mijn gezicht verder afgepoederd en bronzer opgedaan. En terwijl ik dat aan het doen was, viel mij op dat die blush op mijn hand een soort van roze steent. Ik heb een, nou ja, rozige steen op mijn hand. En vervolgens viel mij op dat op mijn wang, precies in het midden van mijn blush, daar zo'nzelfde roze vlek zit. Ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. Ik vind het toch een beetje een gekkig product, die blush. Zeker nu ik dit zie gebeuren. Ik snap het niet zo goed. Dus nee, de blush ben ik echt geen fan van. Ondanks dat ik de kleur wel heel mooi vond en die wel echt mooi blendt. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, nou, dat. Wij gaan verder. En wij gaan dan verder met highlighter. En voor highlighter heb ik de Lighten Up Diamond Glow Highlighter. En dat is in de kleur, is dat Diamond Glow? Nee. In de kleur 010 Champagne Pelican. P-E-L-I-C-A-N. Als je het weet, mag je het zeggen. Maar goed, het is een hele mooie lichte kleur. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, mooi. Subtiel wel. O, kijk, hij is wel op te bouwen. Ja, en of hij op te bouwen is. Heel erg mooi. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja, als je dus van een subtiele glow houdt, dan breng je gewoon een klein beetje aan. En dan heb je een hele subtiele glow. En wil je wat meer, dan bouw je hem op met nog een laagje. En dan heb je dit. Ja, heel mooi. En ik vind de kleur ook heel mooi. Echt perfect voor mijn huidskleur. Heel blij mee. Dan hebben we als volgende product. En ik weet niet waarom, maar ik vind hem een beetje spannend. De Made to Stay Fixing Eyebrow Gel. In de kleur blond. Toch? Ga ik vanuit? Ja, 040 blond. Ik vind het spannend. Ik vind het echt spannend. Dat is misschien helemaal niet terecht hoor. Maar we gaan hem aanbrengen. Nou, er komt helemaal niet zo heel veel kleur vanaf. Daarom vond ik hem spannend. Ik was bang dat er heel veel kleur vanaf ging komen. Maar dat is helemaal niet zo. Dan heb ik ook niet echt het idee dat dit ervoor gaat zorgen dat mijn wenkbrauwen op hun plek blijven, als ik heel eerlijk ben. Ja, wat ik zeg. Ik heb niet het idee dat dit mijn wenkbrauwen nou heel erg op zijn plek gaat houden. Ik moet dit eigenlijk wel gebruiken met een wenkbrauwpotloodje erbij. Dat merk ik ook. Ik weet het nog niet zo goed. Ik wil straks even weten hoe het is als het goed is opgedroogd. En dan laat ik jullie dat zometeen nog weten. Ik weet het nog niet zo goed. En dan gaan we naar het ene laatste product. En dat is de Mighty Lashes Bold Volume Mascara. Dat is deze. Oké. Dit is het borsteltje. Met allemaal spikes. Oké. Spannend. Maar we gaan ervoor. Oké, fair enough. Ja, eerlijk is eerlijk. Het ziet er best goed uit. Als je hem probeert op te bouwen. Negeer trouwens eventjes dit vlekje hier. Die haal ik zo weg. Maar als je hem probeert op te bouwen, dan wordt hij wel wat
clumpy en gaan je wimpertjes wat aan elkaar vastzitten. Sommige mensen vinden dat helemaal niet erg. Sommige mensen vinden dat juist wel heel erg. Maar dan weet je dat. Met één laagje heeft hij dat niet. Maar vanaf het moment dat ik het tweede laagje aanbracht, had hij dat wel. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik vind wel dat mijn wimpers er heel mooi uitzien. Hij geeft inderdaad volume. Ik vind het borsteltje echt spannend. Als je die in je oog krijgt, dan heb je echt pijn. Nou, adviseer ik sowieso niet om een mascara borsteltje in je oog te stoppen, maar... Ja, ja. Ja, ik vind hem wel oké. Het is niet mijn favoriete mascara, maar hij is ook zeker niet slecht. Ja, ik vind hem wel oké. Ik ben wel tevreden daarover. Dan gaan we door met het allerlaatste product. En dat is de High Gloss Plumping Lip Smoothie. En die heb ik in de kleur 050 Sugar Glaze. Dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Want ik weet niet zo goed of het nou een lipstick is of een lipgloss. Ja, hij heeft een lipgloss applicator. Weet je waar het me een beetje aan doet denken? Aan de buttergloss van NYX. Daar heeft het heel veel van weg. Ja, ruikt lekker zoet. Oh ja, hij heeft wel zo'n pepermunt, zo'n tinteltje. Maar verder vind ik het heel erg lijken op de buttergloss van NYX. Wat ik niet vervelend vind overigens, want ik vind de buttergloss hele fijne producten. En deze is iets goedkoper. Dus nee, ik vind het geen probleem dat ze erop lijken. Maar dat is een beetje het idee ervan. Het is een lipgloss, maar wel dikker. En ook wel met echt wel wat kleur, zoals je ziet. Ja, en hij heeft dus zo'n plumping effect. Overigens heb ik niet het idee dat dat plumping effect echt wat gaat doen. Ja, het voelt wat verkoelend op de lippen. Het is niet dat het pijn doet of zo. Het is niet de Too Faced Lip Injection. Absoluut niet. Maar ja, ik vind hem wel prima. Ja, ik zal deze nog wel vaker gebruiken, denk ik. Dan zijn we helemaal klaar. En dan zijn inmiddels mijn wenkbrauwen ook opgedroogd. Ja, het is wel wat harder geworden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat als ik geen gekke dingen doe, dat mijn wenkbrauwen best wel blijven zitten. Het is niet dat ze zo vast zitten dat ze echt niks meer gaan doen gedurende de dag. Maar ik vind de wenkbrauwgel op zich niet verkeerd. Hij doet redelijk wat hij moet doen, denk ik. Ja. Dus ja, op zich prima. Dan was dat hem. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik blij verrast ben. Ja, ik vind de foundation echt heel mooi. Vind ik echt super. Ik denk dat ik die nog wel in een kleurtje lichter ga halen. Zo fijn vind ik hem. Hij ziet er echt heel mooi uit. Het enige wat ik nog wil weten is hoe lang die goed blijft zitten. Want als dat nou ook nog de rest van de dag is, het is op dit moment 11:45. Dus hij heeft nog zeker 10 uur te gaan. En ik zet hier nu ergens neer, denk ik, of hij dat heeft gered. Of hij nog steeds zo mooi zat. Maar als dat zo is, dan ga ik hem zeker in nog een kleur halen, want dan vind ik hem echt heel fijn. De highlighter vind ik ook mooi. Dat vind ik ook een aanrader. De wenkbrauwgel. Waar is die nu gebleven? Hier. De wenkbrauwgel. Prima. Niks op aan te merken. De lipgloss dingetje. Prima. Niks op aan te merken. Ja, alleen de blush. Die vind ik nog steeds, ja. Hij is niet slecht. Hij is echt niet verkeerd. Maar ik denk ook niet helemaal voor mij of zo. Ik ga hem nog wel een keer proberen. Ik ga hem nog wel wat vaker proberen. Kijken of ik er toch iets mee kan. Maar zeker als die vlek in het midden, als dat iedere keer gaat gebeuren, ja, dan hoeft het voor mij gewoon niet. Maar dat is dan ook het enige.
Oh ja, en de mascara. Mascara, ja, ook prima. Niet mijn favoriet, maar zeker niet slecht. Prima ding. Dan was dat hem. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken. Als je dit nou een leuke video vond, geef even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, zou je mij heel gelukkig mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!